Ik vind juist die mevrouw die achter de balie staat het sterkste punt in de reisindustrie. Nu denken wij natuurlijk dat we dat als techbedrijf kunnen automatiseren in de vorm van een bot. Ze is medeoprichter en CEO van vakanties.nl en ze is vandaag onze studiogast Judith Eijk. Welkom. Dankjewel. Judith, neem ons eens mee door vakanties.nl. Wat is precies die website en hoe anders ben je dan al die anderen? Uh, op vakanties.nl kun je realtime je eigen vakanties samenstellen... Dus waar een normale pakketreisaanbieder uh, al pakketjes heeft samengesteld. en die eigenlijk in de winkel legt. Uh, geven wij de vrijheid om zelf de vlucht, het hotel en de transfer te kiezen. Of uiteraard een huurauto als je dat liever hebt. Dus je hebt eigenlijk veel meer keuzevrijheid. Ja. En dat zie je met name in de vluchten. Dus als jij uh, liever een ochtendvlucht hebt of een avondvlucht. dan uh, kies je gewoon lekker een andere vlucht. En waar komen die reizen vandaan? Um, wij verkopen, uh, wij com combineren eigenlijk een hele hoop airlines uh, met hotels. Die kopen wij zelf in. Uh, en dat, dat, dat gaat eigenlijk middels real-time koppelingen. En uh, wij verkopen ook een deel, TUI uh, en andere grote aanbieders. Maar je hebt dus ook zelf eigen reizen ja. samengesteld. Ja, dat klopt. Sinds wanneer is dat? Wij verkopen sinds december in 2019, dus nu twee maanden, uh, onze eigen reizen. Een eigen reis betekent eigenlijk niet dat het ons vliegtuig is of ons hotel is, maar dat wij zelf de combinatie, uh, dat wij de verantwoordelijkheid dragen over die combinatie. Dus als jij een hotel en een vlucht en een transfer zelf samenstelt en bij ons boekt, zijn wij als reisorganisatie uh, verantwoordelijkheid, verantwoordelijk voor jouw reis. Dan uh... nou ben je natuurlijk al snel, snel geneigd om reisorganisatie te koppelen aan iets als vakanties.nl. Maar... Misschien zijn jullie wel veel meer een techbedrijf als ik je zo op praten. Ja, ja, zeker. Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat wij uh, uh, meer een databedrijf zijn. Uh, en heel veel gebruik maken van nieuwe uh, mogelijkheden op het op techgebied en op, op datagebied. Is jullie aanpak dan eigenlijk de toekomst van travel? Van de manier waarop ik straks, of nu eigenlijk al als consument reizen aan het boeken ben? Ik denk het wel, maar uh, zo denken anderen ook weer dat ze de toekomst hebben. Dus daarom zijn wij Challenger. Ja. Uh, en ik hoop dat wij inderdaad de toekomst, uh, onze aanpak de toekomst heeft. Vertel nog eens iets meer hoe onderscheidend je bent en wat ik daarvan merk als klant? Uh, klanten merken het met name op dit moment op de enorme vluchtkeuze. Uh, wij hebben eigenlijk uit onderzoek uh, uh, vooral naar voren gekregen van klanten dat ze heel graag. Uh, meer vrijheid in, uh, in vluchtkeuze willen op wanneer ze op vakantie gaan. Ze vinden het heel vervelend dat, hun, dat ze niet ochtends of s'avonds kunnen vliegen uh, wanneer dat beter uitkomt, of van een andere luchthaven. Uh, dat is op dit moment het voordeel. En daarmee um, halen we, we halen ook heel veel prijsvoordeel. Uh, we zijn nog een heel klein team, we automatiseren heel veel. Dus wij kunnen best wel laag uh, in de prijs gaan uh, ten opzichte van hele grote corporate bedrijven, natuurlijk, die een hele hoop meer onkosten hebben. Ja, want dat is vooral de reisorganisatiekant, even. Maar laten we die techkant eens wat meer oppakken. Mm -hmm. Hoe werkt het dan achter de schermen en hoe zet je je team daarvoor in? Wat voor mensen zijn dat? Het is niet meer die bekende lieve aardige mevrouw achter de baan die mij op weg gaat helpen naar pak een beet Spanje. Ja, dat is wel een hele, een hele leuke, want die hebben we dus inderdaad. Uh, dat is wel ons voorbeeld. Ja. Uh, mijn hele grote inspiratie haal ik eigenlijk uit de reisbureaus. En niet zozeer uit, uh, uit de online, reisbureaus, of online reisbedrijven die er nu zijn. Oké. Okay. Uh, ik vind juist die mevrouw die achter de balie staat het sterkste punt in de reisindustrie. En ook het punt wat we niet moeten vergeten. Uh, nu denken wij natuurlijk dat we dat als techbedrijf kunnen automatiseren in de vorm van een bot. Uh, dus we hebben Amber en wij ontwikkelen Amber ook, uh, daar ontwikkelen wij heel hard aan. Om Amber juist meer als die mevrouw achter de balie te laten zijn. Dus Amber moet in staat zijn om. Um, wensen te begrijpen, voorkeuren op te kunnen nemen... En, de, en daar op basis van hele persoonlijke aanbevelingen te kunnen doen. En ik denk dat dat het verschil is tussen een reisorganisatie... en dat, dat wij daarom techier zijn. Maar ik vergeet niet waar het vandaan komt. Dus ik, 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 ik laat me echt heel erg inspireren... door juist weer dat reisbureau om de hoek. Wanneer kom ik anderen bij jou tegen? Op dit moment, uh, als je bijvoorbeeld een vraag stelt op WhatsApp... of op de website, in de chat... Dan uh, zal Amber de eerste zijn die jouw vraag probeert te beantwoorden. Alleen kan ze dat niet, wat nog ook best vaak voorkomt nu, dan schakelt ze direct door. Dus we hebben niet een bot die vraagt: kun je het nog een keer proberen? Kun je het nog een keer proberen? Wij schakelen gewoon direct door naar mensen. Um, maar Amber leert wel heel snel. Dus we onthouden heel erg wat ze, wat ze heeft moeten doorschakelen. En daar uh, laten we haar weer uh, meer op leren. En op WhatsApp is het zelfs zo dat ze ook gesproken tekst kan begrijpen. Dus je kan op WhatsApp zelfs een gesproken bericht inspreken. En dan zal Amber dat beantwoorden. Wel, wel getypt, maar beantwoord. Waarom zo'n keuze voor een chatbot? Want je hoort daar natuurlijk heel veel over: van ja. zowel de hele negatieve dingen als in onpersoonlijk. Ja. En wat je als de herhaling van vragen. Hè? Maar bij jullie dus duidelijk niet het geval. Maar toch kiezen voor een soort van digitaal gezicht. Waarom? Nou, ik denk uh, dat een van de minst schaalbare onderdelen van een uh, grote reisorganisatie is de klantenservice. En wij hebben ons zelf wel voorgenomen om het meest schaalbare bedrijf te worden of de meest schaalbare reisorganisatie te worden. Wij willen in een paar jaar heel groot gaan schalen. En daarvoor zal je een aantal dingen slimmer moeten doen. En doordat Amber dag en nacht uh, miljoenen vragen tegelijk kan beantwoorden, schalen wij eigenlijk onze klantenservice al heel snel op. En wij ontdekten zelf dat Amber zo snel leert dat we ook al heel snel de keuzehulpvragen kunnen beantwoorden. Want die krijg je natuurlijk ook op de klantenservice heel veel. Dus zo is het eigenlijk ontwikkeld. We hebben, klant, we hebben haar als eerste ontwikkeld om een schaalbare klantenservice uh, op te zetten. En merken dat we er ook ver, uh, snel kunnen doorontwikkelen op die keuzehulp. En dat je daarmee gewoon heel veel meerwaarde kan bieden. Ook dat, de klant. Dat betekent dus ook data, data, data. Ja. Wat gebeurt daar achter de schermen bij jullie? Uh, nou, wij gebruiken, wij verzamelen iedere, uh, ieder datapunt eigenlijk uh, op één plek. En daar zitten een aantal mannen uh, uh, en een vrouw ook. Uh, die zijn daar eigenlijk gewoon continu mee bezig. Die zorgen dat er uh, modellen worden gebouwd waardoor we dingen beter kunnen voorspellen. Um, en automatiseren, ook daar ook al, het, het doel achter het verzamelen van data is voor ons wel het automatiseren van processen. Um, maar dat kan wel ook heel veel klantwaarde bieden, denk ik. Want uh, ook bij het reisbureau, weer als inspiratie, daar krijg je een persoonlijke aanbeveling. En ik wil dat automatiseren. En daar gebruiken we data voor. Dus het betekent wel dat we aan de ene kant heel veel uh, automatiseren op procesniveau. Maar dat de klant daar ook heel veel voordeel van heeft. Ga ik daar ook nog mee te maken krijgen op het moment dat ik al bij jou heb geboekt? Weet je me daarna, of weet jouw Amber mij daarna ook nog te vinden? Zet je daar ja. ook voor in? Ja, daar zijn we juist. Ze is eigenlijk begonnen om uh, met vragen na boeking op te nemen. Uh, ja. Dus juist mensen die vroegen: uh, hoeveel ruim bagage mag ik meenemen? Hoe moet ik online inchecken? Nou, je had. We hadden wel 100 airlines en omdat een klantenservice medewerker allemaal uit haar hoofd te laten leren of te laten opzoeken, dat duurde heel lang. Terwijl Amber die, die weet dat binnen één seconde. Dus onze klanten kregen veel sneller antwoord en wij hadden al die vragen niet meer, uh, niet meer. Dus dat is, ja, dat was win-win. Dus we hebben Amber eigenlijk als eerste na de boeking uh, ingezet en zijn haar nu juist in dat keuzeproces aan het integreren. Even leuk luchtig wezen tussendoor, Amber. <laughs> Ja, en, Amber, en die trace, trus, uh... Ja, we hebben uh, ook heel veel opmerkingen gekregen over Amber Alert. Ja, precies. precies. Ja, we zijn ook nu weer in een ja. rebranding bezig om te kijken van wat past beter. Ja. Amber heeft nu bijvoorbeeld, uh, een leuk weetje voor jou, ook nog een, een hoofdje als een robot. Kijk. En uit onderzoek blijkt dat het uh, beter werkt als je het ook een wat menselijker gezicht geeft. Dus we gaan Amber eigenlijk nu langzaam weer wat menselijker maken. En we gaan ook testen met andere namen en andere uh, hoofdjes, gezichtjes. Uh, misschien een mannetje, misschien een vrouw. Uh, het zal uiteindelijk wel nog een soort van uh, ge, ge, ja, gestileerd gezicht zijn. Uh, maar we gaan het dus menselijker maken. Dus een van de namen die, nu, uh, die we nu hebben is Vera. Kijk. Dus dat klinkt al een stuk menselijker. blijft wel aan de vrouwelijke kant. Ja, ja voor nu hebben we een vrouw. Ja, ja, ja. Maar jij zei het net ook al, hè? Die, die vrouw achter de balie. Precies, ja. Dus, ja. dus die beeldvorming is heel stereotyp. Ja, en die, ja, ja, die volgen wij ook wel een beetje. We gaan wel testen met een man hoe dat, hoe dat werkt. Maar vooralsnog is de eerste... Uh, de A-test eigenlijk, een vrouw. Je had het net al even over de mensen bij jou op de werkvloer. Als ik bij jullie die afdeling oploop... heb ik dan het idee dat ik bij een reisorganisatie ben. Een techbedrijf. <laughs> wat voor mensen zijn het? En wat betekent dat ook voor jouw rol ter plekke? Ik ben begonnen met uh, mensen die al een paar jaar ervaring hebben aan te nemen. En uh, dat zijn eigenlijk mensen die misschien wel uh, net zo zijn als ik. Uh, ondernemend. We merken heel erg dat we allemaal een ondernemend karakter hebben. Zelfs op de klantenservice... Uh, merk ik echt dat er heel veel ondernemertjes zitten. Um, en doordat iedereen dan nou wat meer ervaring had... merken we ook uh, dat we allemaal samen kunnen nadenken... en kritisch op elkaar kunnen zijn. Dus er, um, er is meer een democratische manier van besluitvorming. We hebben het er met elkaar over. Um, ja, en je hebt gewoon heel veel slimme invalshoeken. Dus je hebt ontzettend goede discussies. En ik denk dat dat voor mij mijn rol lichter maakt... omdat um, ja, je hebt de kennis van meerdere. En het, hangt, het bedrijf hangt niet vast aan... Mij als persoon. Want jij komt uit de reisbranche, je komt bij Sunweb vandaan, daar komt ook ja. je investeerder uh, vandaan. Ja. Dat moet een voordeel zijn. Hoe, hoe geldt dat voor de rest van jouw team? Moet ik uit de reisbranche komen om vakanties.nl en Amber te begrijpen? Uh, ik ben begonnen met niemand uit de reisbranche. En uh, mijn ervaring was puur op marketing. Dus ik heb wel uh, heel erg in het hoofd van de klant gezeten vanuit Sunweb. Maar wat ik heel erg uh, miste de uh, afgelopen twee jaar was echt kennis van um, bestemmingen. Reisproducten uh, en echt vakanties. En dat hebben we in december opgevuld door iemand uh, aan te nemen die ook heel veel ervaring heeft in de reisbranche. Dus je merkt wel dat we dat, we dat ook nodig hebben. Ja, dus we hebben de eerste jaren echt wel zonder gekund, maar toen wisten we eigenlijk nog steeds niet zo goed wat we nou echt in de schappen moesten leggen en lieten we het heel erg afhangen van het gedrag van de klant. Um, maar soms is het ook wel goed om gewoon te zeggen, nou ja, dit is eigenlijk ons beste product, boek dat nou maar gewoon. Ja, ja. En nou, daar hebben we nu hulp bij. En, dat, en die persoon uh, die, die bemoedt zich met het inkopen van reizen bijvoorbeeld? Ja, die ja. persoon is uh, onder andere heel erg bezig met uh, onze eigen reizen. Dus die kijkt heel erg van welke hotels uh, willen we in ons aanbod opnemen en welk hotel, welke hotels niet. En hetzelfde ook voor, uh, voor vliegmaatschappijen. Terug naar jouw rol, jouw ja. ambitie. Je komt uit die branche, ik vertelde het al, je komt bij, bij Sunweb vandaan. Hoe ligt dat voor jou op de langere termijn? Gaat het nou wens? Ja, het is moeilijk. Ja. Het is een moeilijke markt. Ja. Um, dus het is een volle markt. Uh, het is een hele volle dit. markt, ja. ja. Dus ik merk wel dat het heel veel energie kost. Uh, maar het gaat naar wens. Ik merk, we zijn wel heel ambitieus. Um, we hadden vorig jaar um, een target van 10 miljoen euro omzet. En het jaar daarvoor hadden we 1 miljoen euro omzet. Daar hebben we 11 miljoen gehaald. Dus uh, we hebben overgescoord op onze target. Nou ja, dan zeg ik al meteen: dan is de target niet hoog genoeg. Precies, niet <laughs> Dus dit genoeg jaar genoeg. hebben we nog een hogere target. Precies, ja. En uh, dat halen we. Deze maand is een hele moeilijke maand. Januari boeken uh, eigenlijk heel veel mensen hun vakantie. En je merkt dat de concurrentie echt moordend is. En dat we daar. Moeite hebben om, uh, om onze target te halen. Dat hoort ook wel goed. Ik bedoel, het zou makkelijk zijn als het niet zo was. Um, het, is een, het is een zware markt, ja. ja. Merk je dat bijvoorbeeld ook aan het samengaan. of het overnameverhaal, natuurlijk in ieder geval rondom Correndon? Is dat meteen een tikje die je dan ook krijgt uitgedeeld? Of waar je zou moeten op willen reageren als vakanties.nl? Um, niet direct. Omdat wij bijvoorbeeld Correndon reizen verkopen. Dus uh, voor ons is een overname geen, niet per se slecht. Um, ook daarin. Ja, het, ze, het, of ze het nou overnemen of niet, die twee bedrijven zijn er. En uh, hoe groter met en Corendon worden... hoe meer ze bijvoorbeeld ook weer een sterke speler als Toei kunnen uh, aanvallen. En dat is voor ons niet per se slecht, uiteraard. Want als ze uh, grote reuzen vechten... dan kunnen wij misschien wel snel als uh, challenger weer... Uh, en, dan haal, en dan haal jij je ambities. Ja. Vakanties.be is er recent uh, bijgekomen, ja. over ambities gesproken. Bij de Zuiderburen... Puur daar of waar ja. ligt die horizon voor jou, Judith? Ja, we zijn nu echt uh, aan het testen op, uh, vakantie, uh, op aan het groeien op vakanties.nl. Vakanties.be uh, konden we overnemen. En dat laten we natuurlijk niet liggen. Want je ziet toch dat grote bedrijven in Nederland ook de Belgische markt wel uh, kunnen veroveren. Dus dat is zeker een ambitie die we hebben. Daar zijn we nu nog niet heel hard mee bezig, we richten ons nu wel heel erg op de Nederlandse markt. Het plan is echt om, om, om een hele goede blueprint te ontwikkelen. Dus heel goed te begrijpen wat we nou moeten doen om schaalbaar te zijn. Onze algoritmes goed te, te trainen. Uh, ook Amber natuurlijk volledig te trainen. Amber is heel makkelijk in andere talen in te zetten straks. Uh, omdat ze op de Google-technologie draait. Dus Precies. Google kan heel makkelijk Google Translate gebruiken. Ja. Um, dus wij kunnen straks wel heel makkelijk naar buiten. Mits wij die goede blueprint hebben. Dus dat is wel eerst het doel. Om... Niet zomaar overal over de grens te gaan. zonder dat je echt je eigen businessmodel volledig sterk hebt neergezet. Laten we eens wat bre breder trekken. Hoe ligt travel in de toekomst voor jou voor je? Hoe gaan we die reizen boeken de komende jaren? Hoe anders gaat dat worden? Ja, ik, ik, ik weet het niet. Het gaat, het, het gaat al sinds ik in de reisbranche werk alle kanten op soms. Uh, Pakketreizen blijken uh, een heel sterk product te zijn. Ik geloof daar wel heel sterk in, omdat je toch op een bepaald moment uh, wat vastigheid nodig hebt, vooral op het moment dat je kinderen krijgt. Uh, en dan merk je dat er toch vaak een keuze wordt gemaakt voor een pakketreis. Omdat als je het als pakket inkoopt, je eigenlijk van plek 1, van plek A naar plek, plek B gaat en daar blijft en dan weer terug gaat. En ja, daar heb je gewoon heel veel inkoopvoordeel als pakketreisaanbieder. Um, daar zal een booking.com en een, uh, in combinatie met een vlucht niet zo snel uh, op kunnen concurreren. Um, wat ik wel merk is dat onze generatie veel makkelijker van plek naar plek gaat. Veel losser is in, in het reizen. Ik heb zelf nog geen kinderen. Dus ik weet niet hoe ik ga veranderen. Hoe mijn reisstijl gaat veranderen. Als ik eenmaal uh, kinderen heb, kan ik me best voorstellen dat ik dan wel een pakketreis boek. Uh, en nu ook, als ik een weekje weg wil naar de zon in mei, dan boek ik ook gewoon lekker een pakketreis. Dus uh, ik denk dat die markt wel heel sterk is. En ik denk niet dat dat heel, ga, heel veel gaat veranderen. We gaan wel verder met z'n allen. We gaan naar Bali voor, voor twee weken. Um, we gaan veel makkelijker grotere delen, uh, andere delen van de wereld ontdekken. Dat is de trend die je ziet? Ja. Verder weg en langer? Uh, niet per se langer, maar het is gewoon goedkoper inmiddels om verder weg te gaan. Vroeger was een vliegtuig het gewoon veel duurder. Dus verder weg is bereikbaarder voor een hele grote groep mensen. Uh, ik, denk dat we dat, uh, ik denk dat alleen maar meer mensen op vakantie zullen gaan. En daar gaat Amber natuurlijk op reageren en jouw datamachine ook. <laughs> dus ik word daar de volgende keer dat ik op vakanties.nl ben, natuurlijk op een nette manier weer mee geconfronteerd. Ja. Dat is de manier waarop het werkt. Ja, ja. ja. ja absoluut. We proberen wel uh, mensen die al een keer op reis zijn geweest, daar weten we natuurlijk al een beetje de voorkeuren. Uh, wat ze hebben gedaan, uh, met wie ze op vakantie zijn geweest. Dan is het alleen maar makkelijker voor ons om een, om een goed voorstel te doen uh, voor wat, wat nu eigenlijk uh, interessant is voor ze. Um, en daarnaast, uh, heel leuk, is dat wij nu aan het bouwen zijn aan een geautomatiseerde manier van ook een kaartje in de bus te sturen. Aha. Dus uh, wat, wij, wat heel veel bedrijven ook met e-mailmarketing doen. He, natuurlijk, uh, als je bent geweest, dan krijg je een e-mail met het boek weer bij ons. Um, wij doen dat ook, geautomatiseerd met een, uh, met een kaartje to go. Uh, en daar hebben we nu een samenwerking mee. En wij sturen ze eigenlijk automatisch een berichtje: van deze persoon heeft vorig jaar vier weken geleden, uh, of vier weken van tevoren, zijn reis geboekt. Stuur hem een kaartje en dan hebben wij een mooi design aangeleverd en ik krijg gewoon een kaartje in de bus. Dus we proberen daar ook wel onderscheidend in te zijn. Dat we niet alleen maar online zijn, niet alleen maar die tech, maar juist ook die tech inzetten om weer, om weer iets bijzonders te doen, iets persoonlijkers te doen. Amber, reisorganisatie, techbedrijf en van digitaal naar print. Het zijn de stappen <laughs> ja. die je durft te zetten. Ja, want hoe zit het tot slot met jouw persoonlijke ambitie, wat dat betreft? Kijkend ook naar vakantie.nl als CEO, als medeoprichter. Ja, ik, eh, ik voor mij is het, is het eindeloos. Um, maar wat ik gewoon heel graag wil, is een succes neerzetten. En ik weet niet in wanneer, wanneer dat gaat lukken. Uh, maar dat het gaat lukken, daar twijfel ik niet over. En dat is eigenlijk de enige ambitie die ik heb, is nu om te laten zien dat deze aanpak een succes kan zijn. Ik hoop dat binnen vijf jaar bewezen te hebben. Uh, en ik hoop eigenlijk binnen volgend jaar een winstgevend bedrijf uh, te kunnen laten zien. Ja, en dan, uh, dan kan ik wel laten zien dat deze aanpak werkt. En dat is eigenlijk de, de grootste ambitie die ik nu heb, persoonlijk. Dankjewel, Judith, we blijven je volgen. Wil je meer zien van CVD TV? Abonneer je op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer.